Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jullie Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online gaat komen. Ja, ik heb mijn tandjes al gepoetst. Alleen moet ik nog mij nog scheren. Dat ga ik dus nu doen. Dus nu zien jullie nog mij met baard. Oh. En dan... Jukt. We slangen dat er maar vanaf. Tot hallo mensen, ik heb gedaan met werken en het is al 21 uur 48 al. Ik heb vandaag niet veel gedaan, ik ben gewoon naar BR gegaan en that's it. Ook dus mijn wasvouw gebracht, ook naar mijn ouders toe, dat ook nog. En wat heb ik gedaan? En jawel, ik ben dus weer al meegegaan naar bedrijf X om daar dus de karton kapot te snijden. Bij deze, voilà. Dat heb ik dus de hele dag daar gedaan. Maar de dag begon wel heel goed. Omhoog van, hoe noemt het, de zigeuner. Zigeuner had dus blijkbaar niet twee busjes gestuurd. En hier is een zonder lichten aan het rijden. Moet allemaal kunnen, hè. Dus, ja. Ik heb dus eigenlijk echt niet veel gedaan. Ik ben ook nog even naar mijn thuis gereden om een kleine dukkie te doen. Ik ben precies weer al een commentator. En die rijdt nu op de parking. En hij gaat zich nu stationeren. En hij doet dat heel rustig en zorgvuldig. En nu gaat hem nog eens een keer achteruit. Oh ja. En dan gaat hem alles dus afsluiten. Bluetooth. Waiting for connection. Oké. Waiting for connection. Oh, ik dacht dat hij ging connecteren. Maar... Bluetooth is connect. Toch wel. Toch wel. Oh, ik ben echt op. Sorry dat het zo'n korte vlog is. Maar, ja. Ik heb echt niet veel gedaan vandaag. Echt niet. Ah ja, en dan de downloads zijn volledig, maar ook volledig klaar. Want ik heb nog een verrassing voor jullie, kijkers. Als het door mag gaan, 14 en 16 augustus, Pixelan. Dus jullie zijn nog altijd ook welkom. Er zijn nog altijd bezoekerstickets beschikbaar op www.pixelan.be. Dus ik herhaal, www.pixelan.be. Daar zijn nog altijd bezoekerstickets beschikbaar, dus die kosten 10 euro. Maar wat krijg je in die 10 euro? Sowieso een voucher voor iets te kunnen drinken bij deze. Zijn jullie dus echt van harte welkom op het evenement. Ook wat ik wel vraag op het evenement, dus als je in contact komt met mij... Gelieve een mondmasker te dragen. Ik hoop niet dat ik een ganse weekend, echt niet. Oh, dat zie ik dus echt niet zitten. Hè. Een gans weekend met een mondmasker daar moet gaan rondlopen. Oh. Dat is 48 uur en een stuk met een mondmasker dan. Hè. 48 uur, ah nee. Pak iets minder, dat je ook gaat slapen. En ze zijn terug begonnen met racen. Woehoe! Ik ben nog iets aan het... Nee. Ik hoor dat ik aan het rommelen ben.
Oh, hier is ze. Van de... Zeg, Marek, als je ook altijd nog altijd naar mijn vlog zit te kijken, hè. Ik heb nog altijd ook uw stilo nog. Die werkt nog altijd perfect, hè. Dat zeg ik alleen maar. Oh, maar. Soms mis ik wel de carnaval. Echt waar. Ik geef dat eerlijk toe. Het waren ook wel leuke tijden. Wel niet met het lief, maar gewoon leuke tijden op de carnaval zelf. Ja, dat mis ik wel. Dus ik ben nu ook gewoon een praatvlog aan het maken. Dus waar wil ik ook nog over vertellen? Dat is een day after the koning. Dus ik heb het overal verteld dat er vandaag dus een vlog van de koning ging online komen. En ik hoop dat het redelijk wat views gaat opleveren. Maar ik betwijfel het, maar maakt niet uit. Ik blijf het doen, het is mijn hobby. En ik doe het nog altijd veel te graag. Ik geef dat eerlijk toe. Ga ik mijn hobby stoppen? Nee. Dus dat zit er nog altijd niet aan te komen. Dus tot welke leeftijd ga ik blijven vloggen? Dat is ook nog zo'n goede vraag die ook eens is naar boven is gekomen van ook bij mij. Van tot hoeveel jaar wil ik eigenlijk wel als vlogger blijven doen? Ik denk toch tot mijn 65ste. Zoiets, dat is toch wel een mooie leeftijd om dan ook mijn vlogs af te ronden. Dan zit ik toch wel ergens toch tegen de 10.000 vlogs, hopelijk. Ik hoop het. Want ik ben nu toch ook al letterlijke jaren al bezig op YouTube. Voor wat YouTube gaming movies te maken voor jullie. Ik zal ook jullie verrassing ook van op Pixelan zeggen. Dus ik ga op Pixelan redelijk wat gaming movies opnemen. Daarna ga ik die gaming movies, dus als ik terug thuis ben, uploaden. Dan ga ik sowieso zeggen, kan zijn dat er dan die maandag, dus 14 en 16 augustus, 17 augustus, geen vlog online gaat komen. Omwille van dat ik dan bezig ben met alles terug op te zetten, noem maar op. En dan moet ik dan ook gaan nog monteren. Ik moet nog denken, ik moet dan ook gaan werken. Dus werken, dan nog alles gaan opzetten, dan nog monteren. Nee, dat gaat dan het niet worden. Dus dan gaat het wel... Dan weten jullie dat ook al op voorhand. Dus bij deze zin ook al gewaarschuwd. Ik ga dat nog wel eens een paar keer herhalen. Dat ik dan... ik blijf elke dag vloggen. Sowieso. Dan, ik bewaar sowieso ook die bestanden. Dus dan gaat er ook wel om een dag twee vlogs online komen. Misschien twee dagen achter elkaar. Dat ik dus twee dagen geen vlogs online ga zetten. Dus dan moet het er in totaal... vier vlogs online komen, dus ik doe er twee dan op een dag. Dus dan moet ik een kleine inhaalreisje doen. Dat komt wel allemaal wel goed, kijkers. Dat komt wel allemaal wel goed. Echt waar, echt waar. En ik wil ook met jullie echt op de foto gaan. Jullie mogen dan ook een shout-out doen in mijn vlog. Oh, wat mooi. Echt waar. Echt waar. Mooi, ik kan jullie het toch niet krijgen, hè. Dan weten jullie dat bij deze. Dus spreek me gewoon gerust aan op de LAN-party. Roep mij dan erbij. Psycho, waar zit je? En dan kom ik wel naar jou toe. Op de LAN-party van Pixelan. En dan ben ik ook, als dat heel goed verloopt... Oortjes goed open, de Limburgers. Oortjes goed open. Jawel. Dan is Limburg aan... hoe moet ik het zeggen?
aan de beurt. Dus Psycho TV gaat binnenkort een kleine on-tour doen. Dus daar ben ik ook een klein beetje zo aan het uitstippelen hoe ik dat allemaal ga regelen. Dus ik wil ook op verschillende locaties aanwezig zijn. Ook als er YouTube-meetings zijn, ga ik er ook nu integraal naartoe gaan. Omwille van dat ik toch boven de 2000 abonnees zit. Dus, en dan vind ik dat ook wel een klein beetje belangrijk om, zeg het... Ja, om jullie toch in contact te blijven met jullie. Mijn buurman is er. Eens kijken als die mij ziet. Ja, die ziet mij. Maar ja, bij deze ga ik jullie ook laten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online gaat komen. Bij deze, tot morgen. Joe.